Er zijn eigenlijk twee verschillende rollen die ik speel. Of ik hou inderdaad een verhaal over innovatie en dan onderzoek ik de branche zo goed mogelijk. Of ik ben eigenlijk bezig om hoe kan ik nou mensen zo goed mogelijk interviewen? Wat zouden ze nou interessante vragen vinden? En wat voor vragen leidt tot begrip bij de audience? Erg inspirerend, boeiend en vernieuwend. Een lekker tempo en enthousiast. Heel erg deskundig. En energie. De energie van de groep tijdens zo'n event. Als ik ook een presentatie geef, of ik ben dagvoorzitter, dan ga ik altijd uitvinden wie is de expert op dit gebied. Ik ben helemaal geen expert op alles. Waar ik een talent voor heb, is dat ik met slimme mensen kan praten. Dus ik ga altijd op zoek naar de innovatie binnen het eigen bedrijf, binnen de branche, binnen de research die daarvoor beschikbaar komt. En dan zeg ik, wat zijn nou eigenlijk de grootste trends op het gebied van digitalisering? En dan ga ik verder onderzoek doen en dan maak ik uit die verschillende experts en al die informatie, maak ik een presentatie. Denk, dit is wat iedereen eigenlijk moet weten. Je blijft me verbazen. Ik heb je nu een aantal keren gezien en het verhaal verandert, de trends veranderen, de insteek verandert en ik denk dat je helemaal on the dot was. Goede voorbereiding, heel leuk dat je vele anderen hebt geïnterviewd, hoe die tegen de makelaardij aankijken. En daar hebben onze leden echt veel aan gehad. Eigenlijk alles aangesneden wat voor ons van toepassing was. He, van het onderwijs tot daadwerkelijk de praktijk. We waren amazed. En dat vind ik leuk. Ik vind het heerlijk om met mijn kop tegen de muur te lopen om te zeggen, dit zou een fantastisch iets voor jullie zijn. Wat zou je dan moeten overwinnen? We kunnen eigenlijk al veel meer dan wat we gebruiken. En laten we daar eens meer gebruik van gaan maken en laten we daar eens adaptiever in zijn. En laten we dat eens op gaan pakken met z'n allen. Heel veel nieuwe innovaties en ideeën en trends. Ik heb heel veel nieuwe dingen bijgeleerd die ik niet kende en die ik nu vanaf nu af aan wel ga toepassen. En dan vind ik het ook heel leuk om tijdens de presentatie iedereen in de zaal, of die nou in de digitale zaal zitten, in een webinar, of dat die nou gewoon fysiek in de zaal zitten, met de mobiel er ook bij te krijgen. En ik zit ze voortdurend te vragen, wat denk je nou eigenlijk dat belangrijk is? Wat voor dingen vind je interessant? Daar maak ik dan allemaal grafieken van en in de indelingen om eindeloos die informatie te verzamelen en dan overal mensen enthousiast te maken, zodat ze er toch mee aan het werk gaan.